Ja, er was sfeer en dat is leuk om erin te spelen, zeker met een degelijke volle zaal. Dan is het altijd iets plezanter om te spelen met een volle zaal. Een derby tegen een andere stadsploeg, dus heel plezant. Thank you.
We beginnen slecht en komen we dan meteen 3 à 4 doelpunten achter. Gelukkig kunnen we dat voor het einde eerste helft nog terugkomen. En dan op het minste verschil, denk ik. Ja, en dan tweede helft rustig spelen en dan zien onze kansen te benutten. Gemakkelijk is er nooit, hè. Daarom speel je Beneliga. Dus we hebben een competitie proberen op te starten die waar altijd kief-kief is. En zeker in een derby moet het kief-kief zijn. Als je ziet dat Merksem hier staat toch met een aantal internationaals te spelen, goed, dat is een goed team. En wij proberen met ons jong team daar iets van te maken. Oké, tot hiertoe halen we er altijd 2 punten uit, dat is het belangrijkste. De competitie is aan elkaar gewaagd. Ik denk dat je vandaag de uitslagen weer ziet, gelijk 1 puntje gewonnen. Dus het is altijd spannend en daar doe je het ook voor. Niet verwacht zou ik niet zeggen. Iedereen van ons heeft wel... de helft heeft een verleden bij Sascha, de andere helft heeft wel het gevoel dat het een speciaal match is. En iedereen gaat er wel 100% voor altijd tegen Sascha. En dat toont zich ook wel in het resultaat, denk ik. Dat we als ploeg echt volledig voor gegaan zijn. En daar ligt het vandaag echt niet aan.